De oppositionele politieke partijen zullen vanaf nu ook hun volledige ondersteuning geven aan de protestacties van de vakbeweging. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een spoedvergadering van de leiders van de oppositionele partijen. Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS, zegt dat het volk veel beter verdient. Hij merkt op dat nu het moment is om in te grijpen. De oppositie bereidt daarom een grote massamanifestatie voor die op 20 mei gehouden zal worden. Rusland benadrukt dat het volk nu de ruimte moet krijgen een ander alternatief te kiezen. Nu denk ik dat het moment gekomen is dat de mensen, de Surinamers, moeten kijken naar wie zijn de mensen, wie zijn de leiders die inderdaad in staat zijn met hun visie. Maar ook maar wat ze hebben gedaan in het verleden voor wat betreft beleid. Niet bla bla bla, maar wat men heeft uitgevoerd daadwerkelijk. Dan zijn we tot de conclusie komen welke partijen, welke leiders men zal moeten kiezen. En ik kan u garanderen dat de NPS zeker daarbij thuis hoort. Omdat wij in de leiding hebben gezeten steeds wanneer de huidige machthebbers, de NDP, ervoor gezorgd heeft dat we in Pinari terecht zijn gekomen. Dat het de NPS was die in de leiding was. Om ervoor te zorgen dat er weer herstel natuurlijk in het land kwam. Financieel, economisch en anderszins. En we zijn beschikbaar ten behoeve van dit volk om weer die rol te gaan vervullen. De NPS-voorzitter weerspreekt geruchten als zou de oppositie munt willen slaan uit de strijd van de vakbeweging. Hij vindt dat het volk nu wakker is geworden en beseft dat de vele beloften op onwaarheid berusten. En wanneer ze dat, dat doen, dan zullen ze zien dat het de NPS is geweest. We zijn niet zomaar 70 jaar en nog steeds in zeg maar, het politiek spectrum. Dat doe je niet elke dag. Maar door wat wij hebben gerealiseerd in Suriname en wat voor potentie we hebben, wat we kunnen doen in dit land met onze deskundigheid, daar moeten de mensen naar kijken. En ik denk dat wat dat betreft, dat wanneer men goed gaat analyseren voor zichzelf, kijk niet naar wat mensen je komen vertellen. Kijk naar wat de partijen, de mensen gedaan hebben in het verleden. Kijk naar hun achtergrond. Kijk naar hun deskundigheid. En dan kan je evalueren voor jezelf als ze in staat zijn om ons te halen uit deze problemen. En nogmaals, wanneer men dat doet, dan denk ik dat mensen ontdekken dat de NPS toch wel met kop en schouders er bovenuit steekt. NPS-voorzitter Gregory Rusland. De politicus vindt dat er nu actie moet komen om de situatie in het land te verbeteren. De oppositie heeft daarom besloten van nu af de acties die de vakbeweging voert tegen de verhoogde brandstofprijzen en de verarming van het volk actiever te ondersteunen.